Nergens ter wereld wordt de Matthäus Passion zo vaak uitgevoerd als in Nederland. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. Dit jaar gaat het wederom anders. De uitvoeringen zijn op één hand te tellen en het publiek is vervangen door een stel cameramensen. Desondanks hoor je Johannes Leertouwer niet klagen. Besef dat dat nu op zo weinig plekken mogelijk is en kan, geeft ook een soort gevoel van... Het is een gouden gelegenheid om zo mooi mogelijk deze muziek vandaag vorm te geven. Maar zonder publiek is het wel even wennen. Dat is heel erg anders. Wij missen het publiek verschrikkelijk. En nu moeten wij ons, u, het publiek, voorstellen aan de andere kant van de camera of de microfoon. Maar dat kunnen we wel. Alleen dat u er niet bij bent in de zaal, dat doet ons denk ik net zoveel verdriet als u als luisteraar of liefhebber. Johannes is docent op het conservatorium en professioneel dirigent en violist. Zijn werk en passie heeft lange tijd stilgelegen. Dus om vandaag te mogen spelen is erg bijzonder. Het voelt als een ongelooflijk voorrecht om in contact met deze muziek te mogen zijn door te spelen. Ik denk dat alle mensen op het podium drijft. Voor ons muzikanten is er geen betere manier om ons verbonden te voelen met de muziek en ook met waar de muziek over gaat, dan door hem te spelen. En als dat wegvalt, door de omstandigheden onmogelijk wordt, is het net alsof je geamputeerd wordt. Maar er zit niks anders op. We houden ons aan de regels. We proberen te onderzoeken wat kan er binnen die regels wel. En zo zijn we op de mogelijkheid gekomen om dit jaar op deze manier uit te voeren. Op eerste paasdag zijn deze opnames van de Matthäus Passion in zijn geheel terug te zien en te horen bij Omroep West. Klaar! We hebben vandaag de openingswedstrijd. Die wedstrijd organiseren elk jaar om de atleten weer na het winterseizoen om de onderdelen waar ze goed in zijn of waar ze aan mee willen doen te kunnen uitoefenen. En meestal gebruiken we die wedstrijd ook om te zien wie waar goed presteert om ze dan later in te kunnen delen voor de competitiewedstrijden, zeg maar. En dit jaar een bijzondere eerste wedstrijd. Ja, want niet iedereen kan meedoen. We hebben een beperking moeten opleggen. De atleten die ouder zijn dan, ouder zijn dan 26 kunnen niet meedoen. Dus dat is wel teleurstellend. Maar iedereen die daaronder zit, gelukkig wel. En zijn er nou dingen waar jullie nog echt rekening mee hebben moeten houden? We hebben geen publiek. Dus ouders die normaal gekomen, dit is echt een clubwedstrijd. In die zin dat iedereen ook even komt kijken als een dochter of zoon komt te presenteren. En ja, die kunnen niet meedoen. Maar het heeft wel als voordeel dat iedereen heel graag wil helpen. En dat is ook weer nodig. Dus er zit een voordeel aan en een nadeel. Lily, wat heb jij allemaal gedaan vandaag? Wat ik tot nu toe heb gedaan is estafetten en hoorn en kogel. En hoe lang is het geleden dat jij een wedstrijd hebt gedaan? Een half jaar. En hoe is het om dan nu eindelijk weer mee te mogen doen? Wel leuk. Want trainen, dan oefen je eigenlijk voor de wedstrijden. Moest je wel weer even inkomen na zo lang? We doen ook soms wel oefenwedstrijdjes bij de training. Dus. Marise, wat doe jij allemaal? 600 meter en estafette. Heb je het gemist, die wedstrijden? Ja. Iedereen is blij dat er weer een wedstrijd is. Ook al is die anders dan we gewend zijn, maar we kunnen weer iets. We hebben zo lang niks kunnen doen, dus dat is wat het hoogste goed is, zeg maar. Al 9,5 jaar runt Anna Rasouli de Kimura Sportschool. Een jaar geleden gingen die allemaal dicht vanwege corona. En toen braken er voor Anna ook hele moeilijke tijden aan. Maar ze bleef niet bij de pakken neerzitten. Nee, sinds 12 maart met de lockdown kregen heel veel sportscholen en verenigingen het heel lastig. We moesten dicht, we mochten niet meer onze passie uitoefenen. Maar ik ben er niet bij de pakken neer gaan zitten. De afgelopen jaar is er gewoon weinig gedaan voor de kinderen in de wijk. En dat is ook voor mij de reden geweest om naar buiten te gaan. Ik mocht niet binnen lesgeven, dus ik ben buiten gaan lesgeven. Op een openbare veld.
En wat een heel groot succes was met de wijk, met de buurtbewoners. Maar ik zei openbaar. Dus het is ook toegankelijk voor iedereen. En het was ook een heel groot succes. En we bereikten gemiddeld, bereikte ik 240 kinderen per week. Je hebt de sportschool van Aad van der Luit overgenomen. Ja. Wat heeft hij jou geleerd? Als 4-jarige ben ik bij hem begonnen. Ja. En Aad die leerde altijd dat je niet moest opgeven. Dus met jullie ook vallen en opstaan. En dat leer je ook door. Dat geef je door aan de jeugd. Je hebt tegenslagen in het leven, maar je sta op en ga door. Weet je, nergens in mijn boek komt ook voor dat ik moet opgeven. Ja, dat heeft Aad mij heel goed bijgebracht. Dat rust is mijn redding. En hou je rust dan. Weet je, met rust. En niet opgeven, doorzetten. Dan kom je er. Maar dat wordt af en toe wel lastig gemaakt. En wat stel je voor? Wat moet er nu gebeuren? Nou, al weken sta ik hier buiten. Al weken sta ik hier alleen les te geven. Het was gewoon noodzaak om 2 weken geleden mijn werk hier neer te leggen. Omdat de partijen hier in Leiden naar voren moesten stappen. En de verenigingen hier op het veld bij elkaar moesten verbinden, zodat we onder een paraplu vallen. En dat is niet gebeurd. Dus ik was verplicht eigenlijk een noodzaak om mijn spullen binnen in de container te laten. Als klap op de vuurpijl gebeurde er zondag iets heel vervelends voor jou. Wat is er gebeurd op zondag? Ja, het is gewoon een nachtmerrie. Want je spullen zaten in de container hier? Ja, de spullen staan hier in de container die ik gesponsord heb gekregen van Gewoons van der Putten, waar ik vroeger ook mee gejudo'd heb. Die weten de passie voor de sport, die weten de passie voor mij. De matten staan hier binnen en zondagochtend word ik gebeld. Met het nieuws dat de container in de fik is gestoken. Ik durfde niet te kijken, maar ja, ik ben toch het gaan doen. En het is echt gewoon, het is verschrikkelijk. Als je nu een oproep zou kunnen doen, zou je zeggen? Laat me niet in de steek. Laat me niet alleen. 9 jaar lang, ja, betekent ik al zoveel voor de stad, voor zoveel kinderen, voor zoveel vechters, voor zoveel judoka's. Dat je zoveel prachtige prijzen behaalt. Kinderen die het Nederlands team hebben behaald. Kinderen die Europa Cup, de World Cup hebben gevochten. Weet je, alles gegeven voor de sport en voor de stad. Je laat me niet alleen. Een bijzonder tafereel bij de rode trap van Hogeschool Leiden. Daar werd vandaag niet alleen maar op gelopen, maar ook op geklommen. En dit is nog maar het begin. Het is voortaan namelijk mogelijk om op allerlei verschillende manieren de trap te nemen. Nou, we krijgen hier dus een beweegtrap. Deze helft blijft gewoon een trap, dus kan je gewoon normaal omhoog en omlaag. Dit wordt glad, dus een soort heuvel. Zou je ook nog als glijbaan kunnen gebruiken, helemaal gaaf. En als je nou denkt van ja, ik wil toch wat meer fysiek aan de slag, dan krijgen we allemaal klimgordeltjes, heel makkelijk aan en uit te doen. En dan kan je hier zo gewoon verticaal klimmen. Dit is de manier waarop ik tegenwoordig naar boven toe ga. Nou ja, die maandagochtend die blijft al heel erg zwaar. Dus nee, dan ga ik dit niet doen. Maar die vrijdagmiddag, dat is natuurlijk wel een leuke manier om dit dan de week ook mee af te sluiten. In plaats van normaal de trap te lopen. Nou, we doen dit niet alleen maar voor het leuk. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Maar we hebben denk ik allemaal gemerkt, zeker nu in die coronaperiode, dat bewegen gewoon heel erg fijn is. Je ziet het ook aan allerlei initiatieven, zoals het ommetje of de buitenboosters. Ja, alles wat met bewegen te maken heeft, wordt gewoon nu omarmd. Na al die coronakilo's en het alleen maar stilzitten en achter je beeldscherm zitten, dan wil je gewoon wat anders. En traplopen kan je ook thuis doen. En dit is gewoon speciaal voor deze school. Dit maakt het leuk. 1 april, het is een grap, de beweegtrap komt er helaas niet echt. Maar heel veel studenten, medewerkers en zelfs de regionale en de landelijke pers hebben het opgepikt en erop gereageerd. Wil je ook een dynamische studie of werkdag en wil je dus aan de slag gaan met de tips van deze Pabo Sportclasses? Ga dan naar onze playlist van het YouTube kanaal van Hogeschool Leiden. Ik denk dat er een heel groot grijs gebied is van mensen die een nacht oprecht op een andere manier beleefd hebben. En daar wilde ik een boek over schrijven. De Dubbele Waarheid is het tweede boek van de Leidse schrijver Roelof Smit. Het boek vertelt over een one night stand, maar met 2 kanten van het verhaal. Die van Milan, een nog onzekere jongeman, en die van Ruben.
een succesvol model. Is de verkrachting, aanranding, MeToo? Wie vertelt de waarheid? Ik ben verkracht. De affaire rond Jellebrand Korstius en Gijs van Dam 4 jaar geleden staat aan de wieg van dit verder geheel verzonnen verhaal. Maar waarom zit je hier eigenlijk? Omdat ik niet anders kan. Omdat ik standrechtelijk geëxecuteerd ben zonder enige vorm van proces op basis van een gelogen verhaal. Hoe kan dat nou dat mensen die zo'n verschillende versie van de waarheid vertellen, dat ik ze toch allebei geloof. En daar ben ik over gaan nadenken. En dat heeft geleid tot het idee voor deze roman. De opzet van het boek, met 2 voorkanten, is bewust gekozen. Ik wilde ook weten of het uitmaakt. Als je eerst Rubens kant hoort of eerst Milans kant. En daarom vond ik deze vorm daar logisch voor. Om beide verhalen te vertellen. Maar dat je echt altijd eerst het ene verhaal moet lezen en dan pas het andere. Daarbij lijkt de eerste verteller in het voordeel. Ik denk dus dat het in het echt ook zo gaat. En hopelijk zet dat dus ook aan het nadenken. Dat het feit dat je iemands verhaal als eerste hoort, dat dat niet betekent dat diegene ook gelijk heeft. Misschien heeft diegene ook wel gelijk, maar dat betekent niet automatisch dat de ander ongelijk heeft. Juist bij dit soort gevoelige dingen. Op sociale media hebben mensen vaak hun oordeel klaar liggen. Smit hoopt dat ze zien dat het vaak niet zo zwart-wit is. Ik zou het mooi vinden als de lezer aan het eind juist denkt, ik weet het niet. Of ik geloof ze allebei. Of in ieder geval twijfel heeft over wat er nou echt gebeurd is. En van allebei de karakters een beetje is gaan houden. En met hen heeft meegeleefd. Dat zou ik het mooiste vinden. Maar als iemand het boek heeft gelezen en denkt, nee, die heeft duidelijk gelijk. Ja, dat mag ook. De handen zijn weer... Vuil en groen. We hebben het goed gedaan. Tuinman Lodewijk Hoekstra en weervrouw Helga van Leur waren op bezoek in Zoeterwoude Rijndijk. Voor het RTL4-programma Lodewijks Groene Geluk vergroenden ze enkele tuinen en daken in de Beatrixstraat. Ja, meer plantjes en minder stenen. En heel veel mensen vinden dat lastig en moeilijk. En ik hoop dat we de mensen, maar ook de gemeente hebben geholpen eigenlijk om met z'n allen te doen. Voor het programma zocht Hoekstra de samenwerking met de gemeente op. Ik heb eigenlijk de gemeente gevraagd, willen jullie dat met mij doen? Ik heb een missie, ik wil Nederland groener maken. Zijn de gemeente, wij hebben ook een missie, wij willen dat ook. En misschien kunnen we dat samen laten komen. En toen hadden ze hier in deze straat net een project waarbij de hele bestrating eruit moest. En ook de bomen weg, hè, dat is best wel heftig voor de bewoners. Maar er komen dan allemaal nieuwe bomen voor terug en andere bestrating. En dat is heel goed en belangrijk, alleen het heeft geen zin als de bewoners niet meedoen. De gemeente Zoeterwoude subsidieert groene initiatieven. Duurzaamheidswethouder Ruud Bouter werkt dan ook graag mee aan het programma. Doordat we heel veel bouwen, verstedelijking neemt toe. Hè, dat betekent dat rood steeds meer de plek inneemt van groen. Hè. Stenen nemen steeds meer de plek in van groen. Ja, en daar moeten we iets tegenover zetten. En dat doen we met dit soort activiteiten. Weervrouw Helga van Leur zet zich al jaren in als ambassadeur van klimaat, duurzaamheid en gedrag. Zij legt uit waarom vergroenen zo belangrijk is. Nou, vergroenen is op heel veel manieren belangrijk. Het zorgt ervoor dat het koeler blijft in de zomer. Het zorgt voor biodiversiteit, hè, voldoende evenwicht tussen plantjes en de diertjes. Het zorgt ervoor dat het water goed weg kan, dus dat het niet over de tegels afstroomt gelijk naar de riolering. En het klimaat, dat het er gewoon leuk uitziet. Weet je, je wordt gewoon veel vrolijker, je wordt rustiger in je hoofd als je meer groen in je omgeving hebt. Er is al genoeg steen. Van Leur heeft tips voor Zoeterwoudenaren die willen vergroenen. Begin heel klein, gewoon. Gooiden we een tegel uit en doe er een paar plantjes in. Dat is al heel wat. Je kunt heel makkelijk een geveltuintje maken door diezelfde tegels eruit te halen en daar een paar planten in te zetten die net iets hoger worden. En zorg er eigenlijk voor dat je in je tuin niet meer dan 30% aan tegels hebt of betegeling hebt. De familie Bosman liet een groot deel van hun achtertuin onder handen nemen door de programmamakers. We hebben in ieder geval een rainblok, zoals we dat zo tegenwoordig zo mooi noemen. Opvang van 330 liter water. En op het dak, hier de aanbouw, daar is dan sedum neergezet. Dat is zeg maar qua verkoeling voor binnen, is het ook weer een stukje aangenamer. De uitzending over de straat in Zoeterwoude is op 25 april te zien om 5:30 bij RTL4.
De bewoners van enkele seniorenflats en tehuizen in Leiderdorp kregen woensdag van Clubhuis de Derde Helft een verrassing. Wij zijn vandaag tulpjes aan het uitdelen aan ouderen. En voornamelijk omdat we het idee hebben dat die ook onder de corona lijden. Niet alleen de jeugd, maar ook de ouderen zitten opgesloten. En vorig jaar zijn we daarmee begonnen. En dit jaar dachten we van ja, goede ideeën moet je herhalen, niet eenmalig. Dus we doen nu hetzelfde. Bij 3 mensen leg ik het neer. Bel ik ook aan, want ze staan niet direct achter de deur. Sommigen hebben de tijd nodig om met een rollator of andere beperking bij de deur te komen. En dan, er zijn er die doen helemaal niet open. Er zijn er die doen de deur open, tulpje, kijken, een beetje schuw en zijn weg. En er zijn er zelfs bij, daar kom je niet meer weg. Die vinden het zo gezellig. En daarvoor zijn we ook echt goed bezet nu. Dat je, als er iemand tijd nodig heeft, dat het er is. Aan de 900 uitgedeelde bosjes tulpen hing een kaartje. Met erop uitleg over het Leiderdorpse Beweeginitiatief voor 55-plussers. Clubhuis de Derde Helft heeft het doel om ouderen te laten komen naar de clubhuizen. Vandaar het clubhuis. En het zijn de clubhuizen van de voetbalverenigingen en de hockeyvereniging, RCL en Alecto. Daar zijn we mee begonnen vorig jaar, maar na 2,5 maand kwam corona langs en ging het weer dicht. In de tussentijd komen we naar de mensen toe, maar hebben we ook gezien dat Bekombewegen zo in trek is en zoveel goede relaties tot stand brengt. En de mensen, nadat we een pauze hadden, dat we weer even open mochten met de clubhuis in september. En terugkwamen, dat zij dus, we hebben jullie gemist, we hebben het gemist. En we zien ze ook vooruit gaan met het bewegen. Samen een wandelgroepje opgericht, wat ze daarvoor nooit gedaan hebben, als naast de buren. Hele leuke dingen. Dus nu willen wij heel graag doorgaan. Dat roep ik al steeds en dat is ook wel, heeft ook wel resultaat gehad. Dus vanaf nu kunnen we ook wel bekendmaken dat we weer een half jaar door kunnen gaan met Bekombewegen. De Leiderdorpse senioren voelden zich door de actie, mede dankzij het mooie weer, flink in het zonnetje gezet. Ja, hartstikke leuk joh. We worden altijd verwend hier. We met de kerst kregen we al wat en plantjes. En we hebben al krokussen gekregen van de gymjuffrouw. Dus ja, het is hartstikke gezellig. Wij staan voor de deur en de juffrouw staat daar op het grasveld. Maar ik was bij de sportschool, maar daar zie je me nou helemaal niet meer in verband met corona. Dus ik ben al blij dat er toch wel iets kan bewegen, dat er nog iets soepel gehouden wordt. Dus je moet er aan toegeven dat je 80 bent geworden, dat je bij de bejaarden hoort. We staan in een speeltuin, maar kinderen? Nee, dat nog niet, want de speeltuin is volop in wording. Ja, we staan hier in het Katoenpark. Het laatste onderdeel van het singelpark, het laatste onderdeel van fase 1 van het singelpark, is het maken van een hele gloednieuwe natuurspeeltuin hier. Vandaag, zoals je ziet, zijn een aantal eerste van de speeltoestellen geplaatst. En in juni gaat de nieuwe speeltuin open. Ik kijk er enorm naar uit. Ja, het is heel veel hout ook, hè, wat er nu aan de speeltoestellen is neergezet. Klopt, heel veel mooie houten natuurlijke materialen. Water speelt ook een belangrijke rol, want het is een natuurspeeltuin. Dus kinderen kunnen hier een geluk op vanaf juni als die weer open gaat. Dat opengaan is wel bijzonder, want hij gaat echt open en blijft ook open, hè? Dag en nacht zelfs. Dat klopt. Tot nu toe was dit een speeltuin waar je alleen overdag in kon en ook tegen betaling. Maar als hij heropend is, dan is hij voor iedereen toegankelijk. Kunnen alle kinderen hier komen spelen. Extra leuk om te melden, er wordt ook heel veel rekening gehouden met kinderen met een beperking. En het blijft ook open voor andere bezoekers, zodat je hier tijdens je singelparkroute ook lekker kan wandelen. Want daar wordt dit echt onderdeel van straks, van het singelpark. Ja, het is echt onderdeel van het singelpark. We zijn hier naast het Lakenpark. Dat is een gloednieuw park midden in het centrum. Die gaat ook binnenkort open, ook ongeveer in juni. En het Katoenpark, de natuurspeeltuin, grenst daaraan. Dus het wordt eigenlijk één mooi geheel. Peter, toen jij kwam, ging de speeltuin ongeveer dicht, denk ik? Nou, bijna. Bijna, dat klopt wel. Het vorige bestuur heeft eigenlijk de hele vernieuwing in gang gezet. En die zaten al heel lang in het bestuur. Hun kinderen zijn ondertussen ook al lang geen kinderen meer. Die hebben zelf bijna kinderen. Ja, bijna. Maar kwamen we eigenlijk met een groepje ouders wat hier veel kwam op het idee van nou, zullen we niet eens wat meer voor de speeltuin gaan doen. En zo kwamen we in contact met het oude bestuur. En dat ging eigenlijk heel goed, dat klikte wel. En in een soort warme overdracht zijn we verder gegaan. En inmiddels is er een vijftallig nieuw bestuur aangetreden.
En het oude bestuur draait nog wel mee hoor, want het is heel wat zo'n verbouwing. Dat doen we eigenlijk allemaal nooit zomaar. Zij hebben ons daar behoorlijk in wegwijs gemaakt. Dus dat de gemeente met dat singelpark bezig was, dat heeft jullie waarschijnlijk wel goed geholpen. Jazeker, eigenlijk toen het singelpark, toen dit stuk echt in beeld kwam, begon het veel meer vorm te krijgen en begon het ook soepeler te lopen. En dat was wel heel fijn. We hebben sindsdien eigenlijk zulke positieve ervaringen met de gemeente op onze vernieuwing. Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat wij heel erg blij zijn. Wat hebben jullie nou net ondertekend? We hebben net ondertekend een Serval Level Agreement. En dat betekent dat we hebben afgesproken wat er de komende jaren op hoofdlijnen gaat gebeuren. Met de marketing van het dorp? Met de marketing van onze dorpsmarketeers. Hoe die de komende jaren aan de slag gaan voor ons mooie dorp. Hoe is het gegaan de afgelopen jaren? Goed neem ik aan dan, hè? Het was de eerste periode. Dus dat is in het begin best even zoeken geweest wat je dan kunt doen. Met welke acties je dan succes hebt bij bewoners en bij bedrijven. Dat is goed gelopen. Ze hebben ook kans gezien ook de middelen uit de private sector daarvoor te genereren. Want we willen wel graag dat ze een kwart zelf verdienen. Dat is, zijn ze goed ingeslaagd, ook in een eerste periode. Dus we hebben alle vertrouwen in dat het zo mooi door kan gaan. Wat zijn speerpunten voor de komende tijd? Geeft u die mee? Nee, zij moeten zelf met voorstellen komen. We hebben natuurlijk best ideeën, maar we laten hen het initiatief. Zoals de voorzitter net ook zei, corona is heel belangrijk op dit moment. Het promoten van de webshops, van de horeca en van de winkels. Kijken of we daar toch wat traffic kunnen gaan genereren. En hopelijk na die periode toch met meer activiteiten, fysieke activiteiten, proberen voor bedrijven en voor inwoners de zaak op orde te krijgen en beter te maken in ons dorp. Gefeliciteerd. Dankjewel. 3 jaar verder. 3 extra subsidiejaar. Je weet hoe belangrijk het is als je van de overheid afhankelijk bent. We moeten het zelf doen, maar we hebben wel support van de overheid af en toe nodig. Ja, wel ook zelf voor een deel de eigen broek ophouden, hè? Ja, zeker. Zeker. Wij krijgen van de gemeente een substantieel bedrag, 75.000 per jaar. Maar we worden geacht daar zelf ook een behoorlijke portie eigen inkomsten bij te hebben van donateurs en ook door verkoop van eigen artikelen en organisatie van eigen evenementen. Lukt dat een beetje? Tot nog toe gaat het vrij goed. Afgelopen 3 jaar hadden we die verplichting ook en die hebben we ruimschoots aan voldaan. Maar met ondernemerschap is het iedere keer opnieuw maar weer proberen of het de komende jaren ook weer lukt. Maar we zijn vol vertrouwen. Ja, het is natuurlijk een beetje een ingewikkelde tijd voor sommige ondernemers. Het is vooral voor andere ondernemers die niet zo rijkelijk kunnen putten uit subsidiepotten zoals wij. Is het buitengewoon ingewikkeld. En dat wordt een van onze belangrijkste taken de komende maanden, de komende jaren misschien wel. Om de gevolgen bij verenigingen en bij ondernemers van die corona-lockdowns en van de achterstand die ze hebben opgelopen, om hen te helpen dat weer in te halen. Ja, want jullie hebben ook een campagne hier. De poster hangt hier aan het raam. Maar ook een magazine uitgebracht nu. We hebben meerdere campagnes lopen. De belangrijkste campagne is die in de regio Terug naar Oegstgeest. Iedereen die hier geweest is, die moet hier graag weer willen terugkomen. Maar inmiddels heeft corona geleid tot een andere campagne. We willen de eigen inwoners in ieder geval als eerste verantwoordelijkheid geven voor het in stand houden van de kwaliteit van dit dorp. Dus de campagne tussendoor kwam Houd Oegstgeest vitaal, koop desnoods ook online lokaal. Hoe erg dat aanslaat weten we niet. We krijgen er veel waardering voor. Maar of de ondernemers straks gaan zeggen dat heeft ons geholpen, dat moeten we nog horen. De 3 oktobervereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden. Onlangs gingen jullie door het ledenbestand heen en kwamen jullie tot een opvallende ontdekking. Waarom staan we nu hier in het plantsoen? Ja, wij misten een aantal hele bekende inwoners van Leiden en dat verraste ons zeer. En die wonen hier in het plantsoen. Dus hebben jullie vandaag op 1 april een evenement van gemaakt? Ja, die inwoners die wij hebben, dus hebben gezien dat die geen lid waren. Dat zijn echt hele bekende inwoners die heel veel blijdschap hebben gegeven voor vooral kinderen, maar ook voor volwassenen afgelopen jaar. Dus wij hebben gedacht, nou, dat is gewoon een lidmaatschap nu waard. Dus we hebben ze een lidmaatschap cadeau gedaan. Ja. En wat hebben jullie precies gedaan? Nou, we hebben voor deze inwoners hebben we echt een hele grote pot met hutspot gegeven. Die zo groot zijn als zij zelf. En ook 2 vlaggen, eentje van Leiden en eentje van 3 Oktobervereniging. En nog een ander aardigheidje. En is dat dan nu alleen een ludieke actie voor 1 april of zit er ook een serieus verhaal achter?
Nou, er zitten eigenlijk twee serieuze verhalen achter. Eén is 1 april bij iedereen wel bekend natuurlijk als de dag van de grappenmakerij. Maar het is ook de dag waar we eigenlijk onze 3 oktober traditie begon. Want op 1 april, maar 2 jaar voor Leidens ontzet, is Den Briel ingenomen door de watergeuzen. Dus dat is eigenlijk het begin van de bevrijding van ons land geweest. Dus dat is het ene serieuze verhaal. En het andere serieuze verhaal die erachter zit is natuurlijk dat wij altijd nieuwe leden verwelkomen. We hebben nu bijna 17.000 leden bij de 3 oktober vereniging. Nou, we hebben veel en veel meer leidenaren en inwoners van de dorpen omheen. Dus wij verwelkomen ieder nieuw lid. En dat voor een kabouterprijsje. En dat voor een kabouterprijsje inderdaad. En dan heb je hem nu inderdaad ook te pakken. Want de inwoners die wij hebben verblijd met deze prijzen zijn de kabouters van de inwoners van de kabouterboom in het plantsoen. Er valt ook nog wat te lachen bij de 3 oktobervereniging dit jaar? Ja, zeker. Er valt altijd wat te lachen. Ik denk dat dit een goed voorbeeld ervan is. Maar nou, we hopen ook dat de donkere wolken van corona flink gaan optrekken binnenkort. En dat we ook weer op een mooiere wijze weer Leidens ontzet kunnen gaan vieren met elkaar.